Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Bijna elke energieleverancier heeft een dashboard waarop je dagelijks en zelfs ook op kwartierniveau kan zien wat je dataverbruik is. Nou, als je dat goed inzichtelijk krijgt, dan kan je aan de hand van die inzichten bijvoorbeeld ook trendanalyses zien. En als je dan op een bepaalde dag heel veel energie verbruikt en je zou het kunnen verklaren, dan gaat dat ook helpen in een bepaalde gedragsverandering. Met die grijze lijn die je hier ziet, dat was ons En we zagen dus op een gegeven moment dat een aantal dagen ons erg hoog was. Dus op een gegeven moment heb ik gekeken naar alle apparatuur in huis. En toen kwamen we dus achter dat onze koelkast ijsvorming had. Ja. Omdat het rubbertje wat de koelkast uh, dicht, dat was kapot. En dat is energie die je niet, niet per se hoeft te verbruiken. Dus ja, ja. Dat, is, dat is hartstikke zonde. Onze vloerverwarming zit hieronder. Uh, nou, een aantal jaar geleden zijn we erachter gekomen dat onze vloerverwarming ook in de zomer continu aan het draaien was, ja. terwijl er eigenlijk helemaal geen warmtevraag is. Dus dat is super zonde. Vervolgens hebben we dus zo'n eco switch gekocht, hoe dat ja. dan heet, en ja. dat zorgt ervoor dat hij eigenlijk alleen maar draait als de warmtevraag op een bepaalde temperatuur komt. Ja. Dus in de winter is dat dat hij dan pas gaat draaien als je, je verwarming aanzet. Mm -hmm. In de zomer wordt hij eigenlijk helemaal niet aangezet, omdat je helemaal geen warmtevraag hebt. Ja. Dus daar bespaar je dus elektriciteit mee. Als we op vakantie gaan, dan trek ik de stekkers eruit. Want zeker als de stekkers nog in het stopcontact zitten, dan wordt er alsnog wel heel weinig energie verbruikt. Ja. Maar alle kleine beetjes helpen natuurlijk. De televisie staat natuurlijk alsnog aan, omdat hij op stand bij staat. We verbruiken hem niet, maar hij verbruikt alsnog energie. Dit kan je ook oplossen door bijvoorbeeld of s'avonds dit knopje in te drukken, of als je langere tijd weggaat, gooi je tv uit het stopcontact halen.